Bingo Town. Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe dinsdagtip. Vandaag zit ik hier met... Godverdomme droogkloot. En vandaag hebben wij meerdere dingen voor jullie. Te beginnen met... Oh, het is een Pokéball. Het is een Pokéball ook. Ik kies jou. Oh, dude. De dinsdagtip. Nee, die gaat niet meer naar Jordi. Ik denk wel helemaal gek hoor. Dus, we hebben hier een neptiet. Wat? Wow, dat is... Wat is dit? Dit ziet wel eng uit. Gewoon van, zo moet je echt zo... Heb ik een puistje in mijn nek? Nee, hè? Nee. Ja, oké, ik was wel bang. Nee, dat is tumor. Oh, gelukkig. Ja, dat is een tumor. God. Wat is, maar wat is dat? Wat? Is dat gewoon de binnentiet of zo? Dit is gewoon... Nee, maar... Even voor duidelijkheid. Even, je snapt het nog niet, maar vrouwen, die zijn anders dan mannen, die hebben hier borsten. En dit is een borst van een vrouw, zo kneepbaar. Maar waarom wordt die rood? Nou, als je heel hard drukt in de borsten van vrouwen, dan gaat er heel veel bloed naar de borst van de vrouw. En dan wordt de borst van de vrouw rood. Meestal vindt de vrouw het niet fijn als je aan de borst zit, maar liever gewoon om de tepel en dat je dan langzamerhand verder gaat. Okay, en niet als een idioot in haar borsten knijpen. Zou een vrouw dit lekker vinden? Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Dat vinden ze het goddelijk. Als ze dan weg is en allebei de tepels pak je er dan van. Nee! Dat moet je wel doen. Ja. Okay. Wat zou er gebeuren als die tepel groter maakt? Wacht. Die tepel kan niet groter, denk ik. Hoezo niet? Waarom kan alles groter behalve de tepel? Wat is dit voor waar? Ja, die opmerking, daar ga ik niet op in. Waarom kan alles groter behalve de tepel? Wat is dat? Wie heeft dat ooit gezegd? Wie op aarde heeft ooit gezegd, waarom kan alles groter behalve de tepel? Wat ga je nou weer boos lopen doen of zo? Want ik zeg toch alleen maar wat. We zijn toch bezig met deze video? Nee, wat nou? Nee, je hebt gelijk. Ik ga niet meer lopen bitchen. Ik ben nu alleen nieuwsgierig. Jordi, waarom wil jij... Oké, dat is een bepaalde ziekte die ik niet ga noemen, maar... Je weet, mensen met één borst... Waarom heb je er geen twee? Ja, ik weet waarom hebben we er geen twee? Dit is... Deze ronde dan of zo. Oh, godverdomme. Ja, nee, dit werkt. Dit ziet er geloofwaardig uit. En ik heb mijn hand onder Jordi's shirt gedaan. Ik ben een beetje teleurgesteld in het leven. Wacht even. Oh, je pakt ook... Oh, je dat pakt... is slim. Oh, jee. Dit ruikt aan Jordi. Van mijn tepel. Oh, ja. Oké. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nog nooit zo ongemakkelijk en naar gevoeld. Hij is wel hard, zeg. Goh. Ja, maar je ziet ook echt die tepel. Ja, het komt er echt uit. Kijk er eens aan. Zie je die nip. Hier. Wacht even. Kijk, je ziet hem ook gewoon hier. Kijk hier. Ja, en ondertussen, terwijl Jordi dus borsten heeft nu. Ja, geweldig. Heb ik hier alweer de tweede. Deze hier kunnen eigenlijk veel minder mee. Dit is een egg timer. Ja, applaus voor onze redactie. Jordi dus. Ja, dit is een egg timer. Is deze nou groter dan deze? Ja, want dit is een pokeball. Ja. Een borst. Het idee hiervan is, je doet een ei in een pan, die ga je koken en je gooit dit erbij in. En dan ga je op een gegeven moment zien of die nou hard, medium of soft is. En die van mij is altijd hard. Ja, damn it. Applaus voor die Jordi. Ja, wat moet je hiermee? Ik weet het ook niet. Kijk, dat is een beetje het punt. Wat moet je hiermee? Het enige wat ik hierover kan zeggen is dat het heel hard is. Ja, nee, die ligt daar. Ja, die ligt daar. No worries. Mijn tepel is ondertussen, of mijn borst is ondertussen ook gezakt. Het enige wat hij wel kan trouwens, dat is wel heel cool. Hij kan vliegen, moet je kijken. Oh! Dat is wel vet, hè? Dus als je ei dan klaar is, dan vliegt hij uit de pan. Maar verder dan dat is het... Maar heb ik hangborst, hij is weg. Ja, hij zit hier. Je hebt de hangbal. Yeah. Ik heb de hangbal gekeken. De derde voor vandaag is dan dit. Dit is een electric shocking lighter. En dan hebben we drie waardeloze items. Nou ja, die borst is zijn... Ja, die borst staat wel leuk, ja. Zeker. Oké. Nou, we hebben hier een aansteker, denk ik. Ja, maar dat ding, dat is dus elektrisch. Oh, ja. Oh, dan moet die eruit en dan... Ja. Denk maar niet dat ik het ga doen. Ja, dan moet ik het dus. Ja, ik heb... Oh, ja, hier. Oh, dat is hem. Ah, natuurlijk! Ah, waarom heb je altijd van die spastische reacties met elektrische dingen? Echt? Het is gewoon niet cool. Ik heb het toen tijdens die shockingbal ook met Jordi gedaan, weet je nog? Ja, maar dat. Je hebt toch ook spastische reacties? Ah! Waarom? Ik wil het doen, maar ik kan het ook niet doen. Dit is vervelend dat je hem zelf in moet drukken. Weet je? Dat is een beetje het nadeel, waarom je zelf in moet drukken, want dat doe ik dus niet. Dat is een beetje het vervelende. Ja, maar je moet het wel zelf. Kom op, doe het één keer. Jordi. Wacht, eerst dit. Wat ben je voor sadist? Sorry, maar dit is toch lekker voor de vrouw? Wat heb jij toch met tepels vergroten en elektrische shit op tepels? Wat kunnen we Eén ding, als jij ooit een huis hebt, ik ga nooit jouw kelder bekijken. Wanneer gaat die af? Wanneer, als je hem gewoon heel zachtjes indrukt?
Ja, gewoon heel zachtjes. Dan... Ja, nee, je kan die aanvallen, dan gaat die werken. Hoezo niet? Ja, je kan proberen om een van de rokers... Dit is leuk. Dat kun je proberen. Je kan proberen om onze cameraman, die normaal altijd TMS en Manje movies filmt, Robert, ja. Ja. Om hem deze aansteker te geven. Want hij rookt nog wel eens. Fuck off. Jij gaat nu naar Robert en je gaat het proberen. Nee, gaan we naar Robert. Naar Robert. Ik heb een aansteker, pas op. Oké, hij gaat naar Robert en we gaan kijken wat er gebeurt. Nou, dat was spectaculair. Dat was hilarisch. Dankjewel Robert voor het meedoen. Ja, die doet op mijn kleren, lul. Flikker nou op. Hier heb je je borst terug, hier heb je je actpower. Wow, agressief. Ja, maar dit is naar. We moeten dit afronden, man. Ik kan niks nu. Maar zo, ik kan... Help! Ik word verdoofd! Het werkt niet eens! Oh, wat? Het werkt niet! Op mijn ding. Huh? Is dat ding? Doe maar gewoon. Doe nog maar. Dat volgt ah! Tyfus! Auw! Tyfus! Oh. Oké. Okay. Zo kan die wel weer, jongens. Bedankt voor het kijken naar deze dinsdagtip. Met een airtimer, een neptiet en een elektrische aansteker, shockgeval. Ja, die niet kwijt is. Geef nu vooral een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer vooral hier beneden. Volgende week dinsdag zijn we er weer met een nieuwe dinsdag. En hopelijk ook een nieuwe tafel. Tot dan, tot volgende week. Latertje.